Goeiedag dames en heren, ik ben Vicar en super om jullie alles vertellen, alles het complete plaatje van de vrouw Lea Castanea. Wij hebben natuurlijk die cactus, die dwergcactus, niet in de huiskamer, maar wel in de polytunnelkas. Hier zien wij de polytunnelkas, behoorlijk groot. Hier heb ik de vrouw Lea Castanea in staan. Dan gaan we even erin om te kijken hoe die eruit ziet en alles erover te bespreken. Hier zien wij mensen mijn collectie van cactussen, van groot naar klein, enkele zeilingen. Maar het gaat om de Varelia Castanea. Nou, de Varelia Castanea zijn dit soort kleine, schattige plantjes. Dus we gaan het over 1, 2, 3 potjes gaan we het over hebben. Dit zijn alle drie de Varelia Castanea. En daar gaan we het over hebben in deze video. Per potje betaalde ik €3,95 met €6 bezorgkosten. Bij ikhebeencactus.nl. De Varelia Castanea wordt een prachtige dwergcactus genoemd vanwege zijn kleine lichaam en teer uiterlijk. Deze Varelia Castanea bereikt zelden een diameter groter dan 4 cm, wordt daardoor ook dwergcactus genoemd. Sommige mensen zouden zeggen €3,95 voor één stekpotje is wel erg duur, maar dit is een echte liefhebbersplant. En als je er kennis van hebt, dan zie je de waarde ervan in. Deze stekpotjes zijn natuurlijk niet blijvende. We gaan ze natuurlijk overzetten in terracotta schalen in een andere video. Ik ga je laten zien hoe dat ook te doen in die video. We zien hier de Varelia Castanea in een plastic pot met goede afwatering. Dat is erg van belang, want ze is gevoelig voor wortelrot. Eventueel een zandere, grindachtige grondmengsel aanmaken voor deze Varelia Castanea is ook een goed advies. Want ze groeit in Brazilië en daar groeit ze op zandere, rotsachtige gebieden, schuilende tussen het gras. Deze gras die zorgt ervoor dat de Varelia niet verbrandt. In de zomer kan ze 35 graden makkelijk verdragen, maar in de schaduw. In de winter verdraagt ze niet kouder dan 6-7 graden. Ze is namelijk een echte dwergcactus. Hierdoor is ze super geschikt als je weinig ruimte hebt of als je gewoon voor kleine cactusjes houdt. Deze prachtige dwergcactus heeft zijn wortels gevestigd in Brazilië. Hier groeit ze in zanderig, steenachtige gebieden, schuilend tussen het gras om zo de hete Braziliaanse zon te ontlopen. Want ook een cactus kan verbranden, en zeker in de Braziliaanse zomerzon. Deze grasplanten geven de Varelia Castanea de nodige bescherming tegen de intense zon. Wat dan ook echt uniek is bij deze geslacht Varelia is dat deze cactussen zaden kunnen aanmaken zonder dat de bloemen ooit opengaan. Ze kunnen opengaan met hele warme zomerse hete dagen. Maar dan moet je echt geluk hebben bij deze soort. Aangezien de Varelia Castanea een heel klein plantje is, ook wel dwergcactus, kan ze wel prachtige mooie bloemen vormen. Dat zijn grote gele, prachtige 4 cm grote bloemen. De bloem is dus vaak groot en heel kort en krachtig. Wat men zegt wel eens, hoe kleiner de bloem, hoe langer ze bloeien. Hoe groter de bloem, hoe korter ze bloeien. Alleen op erg hete en warme zomerdagen kunnen de bloemen bij ons opengaan. Als de bloemen zijn uitgebloeid en de bessen zijn gevormd, die bevatten bodemvol zaden. Gebruik terracotta schalen, die zijn meestal ondiep en drogen sneller uit dan plastic potten. Dit is van groot belang, want ze is gevoelig voor natte voeten. Deze schitterende cactus heeft een kleine penwortel, waarin de Varelia Castanea water in opslaat voor de winterperiode. Vandaar dat we ook terracotta schalen gebruiken, die drogen sneller uit en die zijn vaak niet zo diep. In de koude wintermaanden kan deze cactus zich gedeeltelijk terugtrekken in de grond. Dit doet de Varelia Castanea om zich te beschermen tegen winterperiode. In het hoge gras wordt ze ook beschermd tegen de gure winterwind. Als de Varelia Castanea verpot moet worden, dan kan dit het beste in het voorjaar. Zo zorgt men ervoor dat de plant het hele jaar heeft om de wortels aan te maken alvorens de winter in zicht is. Gebruik een goed waterdoorlatende grond met eventueel wat perlite, vermiculiet, brekerzand, split, grind, lavakiezel en universele potgrond. Voor deze planten zorgen we voor een luchtige, maar zeker een goed waterafwatende grond die niet lang vochtig blijft.
Hier zien we de rest van mijn collectie. Het zijn ook allemaal zonneliefhebbers, net zoals de Freileia Castanea. Ook deze staan in terracotta schalen. Dat is namelijk makkelijker met woestijnliefhebbers en warmteliefhebbers, net zoals de Freileia Castanea. Deze kleine dwergcactusjes. Dankjewel dames en heren voor het bekijken van mijn video. Dit was de video van Freileia Castanea en de verzorging ervan, uiterlijk en alles, het complete plaatje ervan. Vind je het een leuke video? Even duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal. Vergeet daarbij niet rechtsonder in beeld op het belletje te drukken, zodat je up-to-date blijft voor mijn nieuwste video's. En dan mensen, adios amigos, doeg!